Hiervoor heb ik de Milwaukee M12 BIO, oftewel de mini-compressor van Milwaukee. In deze video gaan we bespreken wat er qua informatie op de doos staat en wat er in de doos wordt meegeleverd. Aan deze doos te zien staat er best wel wat informatie op. Beginnend bij de bovenkant, natuurlijk alleen het logo, het productnaam en een foto van het product. Gaan we naar een van de zijkanten toe, dan zien we al gelijk een stuk meer informatie waar het voor bedoeld is. En wat hij ook heeft, is een autostop. Dus dat betekent als je dan iets op 2 bar wilt zetten, bijvoorbeeld een autoband, dat die ook dan stopt bij 2 bar. Dus je hoeft niet op de gok iets te doen. En dus je kan het zelf instellen wanneer die stopt. En dat is wel heel erg fijn. Hier nog wat meer informatie: dat het ook een nette opbergruimte heeft voor alle dingen die erbij zitten. Die je nodig hebt om te kunnen pompen. Hier eigenlijk een herhaling van de bovenkant. Hier hebben we nog wel wat icoontjes voor meer informatie. Je ziet dus dat hij tot een hoogte gaat van 8,27 bar. Dat is best wel veel voor zo'n kleine compressor. En nog wat meer informatie over bijvoorbeeld hoe lang de slang is of hoe zwaar het product is. En dan hier eigenlijk ook weer een herhaling van de bovenkant. Op de onderkant is het ook niet heel spannend om de doos open te maken. Simpelweg schuif dit open. En je ziet wel al meteen dat er een accu is meegeleverd. En dat is wel heel erg fijn, want dat is niet altijd het geval. Maar hier zit dus wel een accu bij. Een instructieboekje. Het product zit verpakt in plastic. Eigenlijk een heel klein compressortje. Wat super fijn en makkelijk is in gebruik. En toch erg krachtig. Ook al heeft hij alleen maar stroom van een kleine M12 accu. Dus dat is wel heel erg bijzonder. Hier heb je dan de aan- en uitknop. En hiermee kan je dus stellen hoeveel bar of hoeveel PSI je wilt hebben. Dus het limiet. En dan heb je aan de onderkant waar de accu dus ingaat. Heel erg makkelijk. En ook weer losneembaar. Aan de zijkant een sticker van het product. Aan de onderkant heeft hij rubberen voetjes wat wel echt super fijn is. Want ik merkte al meteen toen ik het neerzette dat hij echt heel erg stevig zit en dat hij niet zo makkelijk glijdt. Dus dat is wel een fijne toevoeging. En aan de achterkant hebben we dan de slang met de verschillende ventielen. Dus voor een band, voor een auto, voor een fiets, dat soort dingen. En het is ook netjes verpakt, dus je hebt geen last van snoer. Wat je moet hier omheen moet wikkelen, je kan het gelukkig hierachter kwijt. En natuurlijk een hendel om hem te tillen. Hij is niet heel zwaar, best wel licht. Samen met de accu is hij nog steeds ook vrij licht. Dus dat is ook wel fijn, niet dat het een heel zwaar ding is. Dus dit is wat er in de doos komt van de Milwaukee M12 BI-0.